Ik heb altijd al een soort fascinatie gehad voor mooie stemmen. En met deze video's wil ik mijn passie met jullie delen. Als ik van thuis inspreek, dan gebeurt het ook af en toe dat er een sessie geregisseerd wordt door de klant. En vandaag is het zo dat ik een sessie ga doen met Simon, die mij zal regisseren voor het inspreken van een animatievideo. En er zijn een aantal manieren waarop je een sessie van op afstand kunt laten regisseren. Je zou dat kunnen doen via een website die Source Connect Now heet. En dan krijg je via je Chrome browser een inloglink waarbij zowel de klant als de engineer, als de copywriter, als iedereen die met het project te maken heeft, kan inloggen en meeluisteren. En jij bent dan met je microfoon van thuis verbonden eigenlijk met hen en zij horen je in topkwaliteit. Nu doe ik het op een iets andere manier via Skype. Dus ik ga de bestanden ook zelf opnemen. In het andere geval, met een goede internetverbinding kan het zijn dat zij in die studio ter plaatse, dat kan in Parijs of Amsterdam of Londen zijn, dat zij die klank opnemen. Dus het hangt er een beetje vanaf van hoe groot het project is, welke vereisten er aan vooraf gaan. Oké, Simon heeft mij toegevoegd op Skype, maar ik ben nog niet helemaal voorbereid, want ik moet nog de tekst openen. In principe mag je eigenlijk echt niet onvoorbereid aan een voice-over-opname beginnen. Maar omdat ik nu tegelijkertijd deze opname wou doen, heb ik alles klaargezet van camera's om het aan jullie te kunnen laten zien. Dus sorry als ik hier en daar een foutje maak. Dat komt eigenlijk echt gewoon omdat ik mij nog last minute wou voorbereiden en hier een aantal camera's wou zetten. Nee. Hallo. Hallo. Dag, dag Simon. Hallo. We hebben elkaar nog nooit gezien. Kijk hoe. Mijn broer is hier ook. Dag broer. Dat is Joris. Dag Joris. Hallo. Hallo. Hey. Ah, jullie hebben samen een bedrijf. En Joris, die doet eigenlijk motion design. Dus maken van zelf. Ik ga eigenlijk met jou nu de voice-over doorlopen, yes. Maar als hij zoiets heeft van oei, dan ga je de verkeerde kant op, want hij is degene die moet uitvoeren, dan gaat hij er tussen komen. Maar, kijk hoe, spring ertussen. Het is een vrij uitgebreide voice-over en we weten niet dat we alles gaan animeren, maar we dachten van oké, kom, we gaan het allemaal doen, dan gaan we dat niet moeten storen. Ja. Anders moeten we het gewoon eens proberen en dan moeten we maar meteen ingrijpen wanneer hij zegt van oei, hier hebben we te veel of te weinig tijd ofzovoort. Dan, ça va, dat is goed, dat is allemaal oké. Het lanceren van je bedrijfsboodschap in een universum van social media en internet is niet zonder gevaar. In de tijd dat je je doelgroep bereikt en deze snappen wat je wil zeggen, heeft je grootmoeder allang een flan karamel uit haar oven getoverd. Met een videoanimatie roep je dit een halt toe. Videoanimatie legt aan iedereen de meest complexe zaken eenvoudig en to the point uit, tot zelfs de kat van je buurvrouw. Video zorgt ervoor dat je hoger verschijnt op Google en andere zoekmachines. Hierdoor blijven bezoekers langer op je website en gaan ze sneller over tot de daad van aankoop. Een eerste... Dit was de eerste lezing. Zo zijn ik eigenlijk zeggen. Qua opbouw en zo, en hoe dat je het doet, is het wel super. Het enige wat ik zou proberen, is het om... Het is moeilijk, hè, maar nu is het iets te veel VTM commercial. Okay. Om het iets... meer video-explainer te maken, iets droger. Ja, ik denk misschien inderdaad als het uw verschil in toon, dus, want nu ga je heel dit en dit zoals u enthousiasme geeft. Mm-hmm. En ik zou dan een klein beetje meer, zo dat het iets gewoon droger is, denk ik, inderdaad, lijkt dat gezegd. Ja, nu gaan er wel twee mensen zijn. Ja, maar ik zit in mijn zone, dus het is oké. Okay. Maar ja, nee, het is niet waar, want ik zeg het, ik heb hier, ik moet eens zien, dus ik heb hier een camera. Zie je dat? Nee, het is wel studio. Is nog een camera. Maar... Dus dat is hier één grote... Oké, okay, laten we nog een keer proberen. Hè. En onderbreek maar als je voelt van... nee, het is nog niet goed, dan zoeken we de juiste tone of voice of zo en dan komt het wel goed. En als het echt niet gaat, dan zoek er maar iemand anders die het wel... Dat mag ook. Proberen. Het lanceren van je bedrijfsboodschap in een universum van social media en internet is niet zonder gevaar. In de tijd dat je je doelgroep bereikt, en deze snappen wat je wil zeggen, heeft je grootmoeder al lang een flan karamel uit haar oven getoverd. Met videoanimatie roep je dit een halt toe. Met videoanimatie roep je dit een halt toe. Videoanimatie legt aan iedereen de meest complexe zaken eenvoudig en to the point uit, tot zelfs de kat van je buurvrouw het begrijpt. Video zorgt ervoor dat je hoger verschijnt op Google en andere zoekmachines. Hierdoor blijven bezoekers langer op je website en gaan ze sneller over tot de daad van aankoop. De boodschap die jij deelt, wordt gedeeld en geraakt verdeeld tot in het oneindige. Flan Caramel helpt je hierbij van A tot Z. Ik vind het wel grappig. Ja, ik vind het wel de juiste... Wat meer? Of heb jij niet dat gevoel?
Nee, enkel bij. Ik vond het ook wel goed. Enkel de Aninha over het Van Carmel had hier bij van A tot Z. Had ik het gevoel dat het iets te droog was, maar de rest vond ik zeker oké, maar dat is meer de Aninha. Maar sowieso, als het te droog is, kan ik sowieso naar de andere gaan. Ik heb nog één zin dat ik denk. Zou je de zin nog eens opnieuw kunnen zeggen? Omdat ik heb het gevoel als je dit zegt. Dat er een lach zit in de intonatie, omdat het in zo'n nozel zit. En ik zou het graag hebben serieus. Dat het zonder lach. Ah, ja. Gewoon die zin, ja. Videoanimatie. Videoanimatie legt aan iedereen de meest complexe zaken eenvoudig en to the point uit, tot zelfs de kat van je buurvrouw het begrijpt. Videoanimatie legt aan iedereen de meest complexe zaken eenvoudig en to the point uit, tot zelfs de kat van je buurvrouw het begrijpt. Ja, zoiets? Ja, dat vind ik beter. Dat vind ik meer marcheren, omdat dat dan zo passeert. Dus ja, ja. De rest. De lol zit altijd in wat je gaat zien op beeld, dat plots out of focus is. Maar de lol zit niet bij jou eigenlijk. Ik ga proberen nog een beetje meer los te laten en nog wat meer te laten afhangen van de beelden. Loslaten is een goeie, ja. Dat is hetgeen dat ik zo was. Het lanceren van je bedrijfsboodschap in een universum van social media en internet is niet zonder gevaar. In de tijd dat je je doelgroep bereikt en deze snappen wat je wil zeggen, heeft je grootmoeder allang een flan karamel uit haar oven getoverd. Met videoanimatie roep je dit een halt toe. Videoanimatie legt aan iedereen de meest complexe zaken eenvoudig en to the point uit, tot zelfs de kat van je buurvrouw het begrijpt. Videoanimatie legt aan iedereen de meest complexe zaken eenvoudig en to the point uit, tot zelfs de kat van je buurvrouw het begrijpt. Video zorgt ervoor dat je hoger verschijnt op Google en andere zoekmachines. Hierdoor blijven bezoekers langer op je website en gaan ze sneller over tot de daad van aankoop. De boodschap die jij deelt, wordt gedeeld en geraakt verdeeld tot in het oneindige. Flan Caramel helpt je hierbij van A tot Z. Ik vond het goed. Ja, ik vond dat ook goed. Dat vond ik een goeie take. Ja. Moet ik die eens doorsturen? Ja. Dat je eens kunt horen in de kwaliteit waarop dat zou moeten horen. Zal ik misschien even de foutjes eruit halen die er nu in zaten, de herhalingsjes? Jij monteert ondertussen ook uw audio. Ja, ik zou dat nu kunnen herknippen even. In een universum van het lanceren. Het land zonder gevaar. Nooit. In de tijd dat je gedoemde al lang een flap al toe. Met videoanimatie legt aan iedereen eenvoudig to the point als de kat. Videoanimatie legt aan iedereen de meest. Kan er gewoon even de fout erin. Videoanimatie legt de point de kat van je buur. Video zorgt hierdoor blijven ze sneller op de boodschap wordt gedeeld. Graakt voor mail helpt je. Brainstormen tot we tot een goed feel. En werken het af op een manier dat al te veel. En dit zonder al te veel op mail. Omdat Flan Caramel werkt actief. Dat Flan Caramel werkt met een actief netwerk. Op de is er min caramel werkt met alle soorten animatie. Zet de stap in het onbekende. En die laatste. Het onbekende. Dus normaal gezien. Het zou kunnen dat er nog een foutje in zit, maar ik het rap even wil exporteren. Maar nee, je kan dat ook rustig wel dezelfde uithalen. Even kijken. Ik heb sowieso alle versies nog, hè. Maar deze ga ik al eens doorsturen. En ze biedt dan al de rest ook, voor mocht er nog twijfelen of. Simon, ja. Ja, Dropbox heb ik het gekregen. Nee, ik vind het goed. Ik kan daar zeker iets mee doen. Super, merci alleszins voor de tijd. Ja, je kunt verder. Ja, keigoed. Jullie ook, dus laat maar weten. Ik stuur nu de WeTransfer met de Dropbox-link met de andere versies. En mocht er nog iets zijn, laat maar weten, dan spreek ik het wel in. Oké, okay. Okay, groetjes, bye-bye. Doei. 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 Salut. Doei. Dag. Bye-bye. Dus voilà, we hebben nu een sessie gedaan van iets van een half uur. Ik heb in totaal 5 takes ingelezen. En het was bij deze video wel echt handig dat er regie was, want de nuance die zij zochten voor een video was wel redelijk specifiek. In het begin deed ik het misschien iets te commercieel, iets te hard gedrukt op mijn stem. Maar door mij te regisseren kwamen we tot een betere versie die beter past bij het doel van hun video. En dat is op een bepaalde manier humor brengen door de beelden te laten spreken. Als ik de video zie of online zie staan, dan ga ik hem ook zeker met jullie delen.
dan, ik ben ook zelf heel benieuwd wat er nu effectief van die kat zal zijn en zo. Ik vind dat echt wel handig, dat ze meteen kunnen feedback geven. Nu waren er twee mensen aan de andere kant van de lijn. Soms gebeurt het dat er zowel een klant meeluistert, een copywriter, een sound engineer, een stemregisseur. Soms kan het zijn dat je echt met 4, 5 mensen aan het skypen bent of via dan die Source Connect Now aan de lijn hangt. En dan is het één moeilijk om te horen wie is iedereen. Maar het helpt wel echt om verschillende meningen te hebben. En ook heel gemakkelijk, na een sessie, wanneer de klant beslist dat het oké is, dan kun je het loslaten. Dan heb je er voor de rest ook geen werken meer aan. Ik weet niet of je hier nu iets aan gehad hebt aan dit filmpje. Laat het mij zeker weten in de comments. Als je nog andere vragen zou hebben over het worden van VoiceOver, vragen over een home studio, vragen over je stem, mag je mij altijd laten weten. Als ik kan, help ik je graag. Maar goed, de sessie is gedaan. Mijn video is bij deze ook gedaan. Veel succes met de stappen die je nog zet als VoiceOver. Elke week post ik een nieuwe video waarin ik je tips geef over hoe je stemacteur kan worden. Doe je mee? Bezoek dan mijn blog of abonneer je op dit kanaal.